kunnen mensen eigenlijk allemaal krijgen van het Chroom 6? Diverse ziektes. Ja. Maar u moet denken aan bijvoorbeeld longfibrose, COPD, bepaalde eczeem. Maar bijvoorbeeld ook kankersoorten zoals longkanker, strottenhoofdkanker. Dus het zijn verschillende ziektes die je daardoor kunt krijgen. Ja. En nou begreep ik, in 2012 mocht de verf niet meer gebruikt worden wegens een te hoog gehalte aan oplosmiddelen. Toen is er overgestapt op een andere verf met een dubbele dosis Chroom 6. Dat herken ik niet, maar sinds 1973 is het verboden. Of had je kunnen weten, het is niet verboden, maar je had kunnen weten dat het gevaarlijk was. Ja. Dus sinds 1973, dat is ook door het RIVM vastgesteld, had Defensie kunnen weten dat het werken met gevaarlijke stof, of met Chroom 6, ja, gevaarlijk was. En dat je daar maatregelen tegen had moeten treffen. Zegt hij nou? Sinds 1973. Maar daarna is die verf nog gewoon gebruikt. Ja, Chroom 6 is in al die jaren, nog steeds wordt Chroom 6 gebruikt. Op heel veel dingen eigenlijk nog. Maar vooral in de luchtvaart, want dat gaat voor de luchtwaardigheid. Je wil dat je geen corrosie krijgt in de lucht. Dat is de reden waarom Chroom 6 wordt gebruikt. Maar het is natuurlijk jarenlang door heel veel verschillende partijen, ook bijvoorbeeld in vastgoed. Wij hebben ook onderzoek gedaan in ons vastgoed. Daar zijn we het ook tegengekomen op materieel. Je ziet daar ook op een werkplaats. Ja. Dus het is in het verleden heel veel gebruikt. Niet alleen bij Defensie, maar ook bij andere partijen. Maar wij hadden sinds 1973 kunnen weten dat het gevaarlijk was. En hadden sindsdien ook gewoon maatregelen. Ja, want dat hebben we dus niet gedaan. Bij onze zuiderburen, die hebben het in 2014 al voor elkaar gekregen om te werken met een chroomvrije verf. Dat doen wij ook. U heeft het nu over de luchtvaart. Hè? Ja. Dus een bepaalde chroom. Ik ga niet de details van chroomvrij en chroomarm helemaal. Want ik denk dat iedereen dan helemaal is afgehaakt. Maar waar het om gaat, is dat je probeert chroom uit te bannen. Dat kan je op verschillende manieren kan je dat doen. Dat kan je aan de primer doen. Dus dat is de toplaag die er direct op komt. Of nou, dan heb je nog een laag en dan nog een laag. En dat verschil, dat heet chroomvrij of chroomarm. Mm-hmm. Maar waar het om gaat, is dat je probeert dat te vervangen. En dat doen wij. Alleen wij vragen daar wel de militaire luchtvaartautoriteit om daar toestemming voor te krijgen. Want je moet eerst aantonen dat het veilig kan. Want je wil niet dat je vliegtuig, of nou een F-16 is, of een C-130, of een Apache-vliegtuig de lucht ingaat en toch corrosie heeft. Laten we even kijken naar een aantal gedupeerde mensen die langdurig blootgesteld zijn en Chroom 6 en daar ook klachten van ondervinden. Rick die zat dus bij als voorman, die zat dus op waar het meeste gevaar was. Ja, hij heeft dat allemaal binnengekregen. Hij is naar het management gegaan en heeft gevraagd voor zijn beschermingsmateriaal. Ja, ja. Voor hem en zijn mannen. Ja. En toen kreeg hij te horen van, ja, ga maar een mondkapje halen bij de bouwmarkt. Defensie heeft ons vergiftigd en wij moeten ervoor zorgen dat onze ziektebeelden in hun categorieën valt. Want anders krijgen we geen vergoeding. Ja. Er komt helemaal niks, 0,0, niks nada. En als mevrouw Vissers daar zegt, lachend, wij zijn de grootste familie van Nederland en wij verzorgen ons personeel goed, nou, dit personeel laat ze gewoon stikken. Ja, mevrouw Visser, welk deel van deze grootste familie van Nederland heeft klachten? Dat weet ik niet. Dat kan ik niet inschatten. Niet. Nee, ik kan niet inschatten, want we hebben vandaag het laatste RIVM-onderzoek gepresenteerd. We hebben in 2014 kwamen de eerste signalen van mensen die zeiden, wij zijn ziek geworden, wij denken dat het komt door het werk dat we bij Defensie hebben gedaan. Toen heeft toenmalig minister Hennis heeft gezegd, dit moeten we grondig onderzoeken. Wij vragen het RIVM om hier onderzoek naar te doen. We weten dat het langere tijd kan duren, dus we gaan een regeling openstellen, een coulantse-regeling, dat mensen al direct, als ze ziektes hebben, daar een beroep op kunnen doen. Dat onderzoek heeft in 2018 voor de mensen die net werden, die u net hier op dit filmpje zag, die heb ik ook gesproken, heeft het geleid tot een RIVM-onderzoek, waarbij is geconstateerd dat op die locaties, dat waren de locaties waar Amerikaans materieel werd onderhouden, de pompslocaties, dat dat niet goed was. Dat we daar niet aan onze zorgplicht hebben voldaan. Vervolgens hebben we gekeken niet alleen naar die 5 locaties, maar naar alle defensielocaties. We hebben dus eigenlijk in die periode 1970 tot 2015 gaat het om 850.000 medewerkers. Dat betreft het. Ja, voor de orde, die bij Defensie werken, daarvan is blootgesteld geweest aan deze Chroom 6. Nou ja, dat blijkt vandaag uit onderzoek. Daarom probeer ik daar een beetje in mee te nemen. Wij hebben dus aan mensen gevraagd, zoveel mogelijk oproepen gedaan, samen met de vakbonden. Als je op een defensielocatie heeft gewerkt, vul dan deze enquête in. Want dan krijgen we namelijk zoveel mogelijk informatie over de omstandigheden, de werkzaamheden die u heeft gedaan. En dan kunnen we ook kijken welke ziektes voorkomen bij welke werkzaamheden.